Welkom bij een nieuwe uitzending van Omroep Groesbeek TV. Vandaag ziet u Nachtboek van een bosuil, Ekke schuppen bij, Tussen de schuifdeuren, NL doet het groeske en Super Saturday. Nachtboek van een bosuil. Op dit moment hebben we nog geen beelden van de uilskuikens, dus laat ik jullie vandaag kennis maken met het mannetje. Het vrouwtje begint in de kast te roepen en het duurt niet lang of het mannetje komt aangevlogen. In zijn snavel heeft hij een muis. Inmiddels is dit muis nummer 79 die in de kast gebracht wordt. Hij draagt de muis over. Die gaat met gesloten ogen, zodat er geen oogbeschadiging kan optreden. De overdracht verloopt niet helemaal soepel. Het mannetje valt in de kast en moet draaien. We zien 3 van de in totaal 4 eieren liggen, die elk moment kunnen uitkomen. We zijn duidelijk op weg naar een andere fase. Het kan nu niet lang meer duren voordat het leven losbarst in deze uilenkast. Het tweede filmpje is van vorig jaar. Het zijn spectaculaire beelden die ik jullie niet wil onthouden. In luttele seconden bestaat de wereld uit dood of overleven. De buizerd, een roofvogel met een spanwijdte van ruim een meter, heeft het waarschijnlijk op de jongen gemunt. Met zijn sterke klauwen pakt hij bij voorkeur kleinere prooien, maar hier vergist hij zich. Voordat de buizerd zijn klauwen door de vliegopening kan steken, komt de bosuil naar buiten. Als een ware vechtmachine verdedigt ze haar jongen en in de val raken ze los van elkaar. Het gaat zo snel, laten we het nog een keer bekijken, maar nu vertraagd. Na dit hachelijke avontuur, wat uniek is, zie ik na 1 minuut de bosuil terugkeren in de kast. De buizerd is zo geschrokken, die heb ik nooit meer teruggezien. Wil je het filmpje terugkijken? De bosuilen zijn ook te volgen via Facebook. Je kunt ze vinden op Nachtboek van een bosuil. Ekke schuppen bij. Geboren in Italië, maar ze woont tegenwoordig in Millingen. Ik heb het natuurlijk over kunstschilderes Sasha Di Maio. Laten we haar wat beter leren kennen. Bij Sasha Di Maio. Zij is kunstenares en ze woont in Millingen aan de Rijn. En we willen vandaag meer te weten komen over haar werk. Hi, welkom. Sasha, kun je wat meer over jezelf vertellen? Ik ben Sasha Di Maio. Ik ben in Italië geboren. Ik ben half Italiaans, half Nederlands, maar ik ben de hele leven in Italië geweest en ik ben een kunstenaar, een schilderes en ik werk meestal met olieverf en is mijn lievelingstechniek. En ben jij zelf ook geïnspireerd geraakt door je overgrootopa? Ja, dat klopt. Hij heet Henry van Lerven en hij is van de jaar 1875. En hij was een hele goede schilder. Hij heeft een schilderij van Nederlandse landschap gedaan. En hij was ook directeur van de Ramfabriek in Arnhem. En, hij maakte hele mooi werk met potloden en waterverf en olieverf en hele moderne keramiek. Ik heb deze map, oude map gevonden van mijn opa. Ik heb hier een paar tekeningen van hem en ik heb ook een paar waterverf gevonden. En zijn ook heel bepalend van hem. En altijd Nederlandse landschappen. En
Ja, deze zijn een beetje zijn werk. En hier hebben we een voorbeeld ook van de keramiek dat hij maakte. Zijn er ook foto's van je opa? Ja, zal ik even laten zien. Kijk eens. Ja, dat is hem. En ik heb hier een hele mooi boek met oude foto van de familie. Dat is wat deden ze in de raamfabriek. En eigenlijk de ontwerp is ook van mijn opa. En ja, deden ze deze soort keramiek en decoratie. Was heel modern voor die tijd. Je vertelde dat je je ook hebt laten inspireren door je overgrootopa. Kun je daar een voorbeeld van laten zien? Ja, deze zijn etsen. Ja, deze zijn ook Nederlandse landschappen. Een beetje oude, in de oude stijl. En heb ik ook meer kleuren, een beetje een moderne versie. En ja, die zijn wel een beetje in de oude stijl gemaakt. Kun je wat meer vertellen over de personen die jou geïnspireerd hebben? Ja, ik heb verschillende personen dat hebben ze aan mij geïnspireerd natuurlijk. En ja, één is Frida Kahlo. Zij is een Mexicaanse schilderes, een pittige vrouw. En zij heeft een moeilijke leven gehad, maar een hele mooie schilderij gemaakt. Een heel diepe schilderij. En ik heb een portret van haar gemaakt en was een van de eerste inspiratie dat heb ik gekregen met mijn olieverf. En mijn tante, dat zij is ook een kunstenaar en ik vond dat haar de manier om te werken altijd heel mooi en fascinerend. En daarom eigenlijk heb ik gekozen om de kunstenschool te doen in Italië. Zo heb ik begonnen met de kunstschool in Rome. En daarna heb ik ook de kunstacademie, zeg maar meer voor restauratie in Florence. Ja, nu meestal ik schilder over stilleven en meer iets over mijn achtergrond, zo mijn land. Zo, ik maak veel tomaten, citroen en wat mediterraan is. Ik vind het heel leuk en heel inspirerend. Heb ik ook net een hele mooie inspiratie gekregen door Pablo Neruda. Dat heeft een hele mooie poem gemaakt over de tomaat. En dat heet Ode al tomaat. En is precies wat ik voelde over de tomaten. De familie en de familieleven en eten samen. La strada si riempì di pomodori, mezzogiorno, estate. La luce si divide in due metà di un pomodoro. Scorre per le strade il succo. In dicembre, senza pausa, il pomodoro invade le cucine. Entra per i pranzi e si siede riposato nelle credenze. Welke stijl en techniek schilder je en hoe kunnen mensen jouw schilderijen herkennen? Ik doe realistische schilderij en ik gebruik olieverf. En normaal, ik maak een compositie met mediterraanse groenten en fruit en inspiratie over mijn land. En ik gebruik ook vaak een beetje de klassiek techniek om realistisch, zo meer realistisch mogelijk te zijn. En dat is een voorbeeld van mijn schilderij. En, en heb je veel geëxposeerd en heb je daar ook prijzen mee gewonnen? Ik heb veel expositie gedaan. Heb ik ook een prijs gewonnen. Een paar keer de
Premio Firenze, dat is een grote prijs in Florence. En ook met een portret in die geval. En heb ik ook klanten een beetje van all over the world. Want ik had ook een galerie in Florence. Ja, van United States, Italië, ja, Nederland ook. En Mexico, een beetje overal. En hoe kunnen mensen aan jouw werk komen? Ik heb een website. En dat is www.sashavalentinedimaio.com. Maar ik heb ook mijn atelier hier in mijn huis. En ik woon in Millingen aan de Rijn. En ik heb ook Facebook, LinkedIn. Zo, nu allemaal de moderne technieken om in contact te komen. Hoe ben je eigenlijk in Nederland terechtgekomen? Ja, ik kwam hier op bezoek, familiebezoek. En mijn oma, ik was thuis bij mijn oma. En op een gegeven moment heb ik mijn man ontmoet. En hij is Mexicaans. En nooit bedacht om in Nederland te komen wonen. Maar in de tussentijd, nu we zijn wel 9 jaar in Nederland getrouwd en met 2 kinderen. En zo loopt het. Tussen de schuifdeuren, met een herhaling van het item over accordeonist Bart Eickhout. NL Doet. Afgelopen zaterdag was heel Nederland bezig met NL Doet. Zo'n 30.000 mensen staken geheel vrijwillig de handen uit de mouwen om werk te verrichten. Ook in Groesbeek was dit het geval. Tientallen vrijwilligers waren druk bezig bij buurtpark Het Groeske. Ja, nou ja, jullie hebben het waarschijnlijk in het Groesbeeks Weekblad gelezen. Er stond een artikel in.
Er is een stichting Mariendaal, Vitaal Mariendaal, en die heeft een huurcontract met de ZZG getekend om in het kapelgebouw dat restaurant te gaan ontwikkelen. En dat is een speciaal restaurant, een restaurant dat gebruik maakt van streekgerechten en van gerechten uit de eigen tuinen, als het, zoveel als dat kan. Fruit ook, kruiden. En daar komt ook een eetwinkel bij. Dat betekent een winkel waar je eten kunt bestellen of kopen. En dan precies aangeven zoveel als je nodig hebt. En dan reken je dus per gewicht af. Dat is voor vooral voor oudere mensen die geen zin hebben om te koken. Of die eigenlijk niet meer koken. Heel erg interessant. Je kunt daar dus gewoon verse maaltijden uit de streek kopen. Tegen een redelijke vergoeding. En dat betekent ook dat de gasterij een verbinding wil hebben met die tuin. Wie bent u en wat doet u? Ja, mijn naam is Kirsten Kuipers en ik ben betrokken bij dit project. Eigenlijk vanaf het begin ben ik een van de initiatiefnemers. Omdat er allerlei wensen waren voor dit park. Het was een hele lange tijd een beetje verwaarloosde groenstrook. Toen hoorden we dat de gemeente de beek ging uitgraven. En toen heb ik gezorgd dat alle partijen die iets wilden met het park bij elkaar kwamen. En toen zijn we met plannen naar de gemeente gegaan. Dus op die manier ben ik hier betrokken. Ja. En voor wie zijn de mensen die hier komen helpen? Het zijn heel veel mensen uit de wijk vooral. Ook wel mensen van buiten de wijk. Maar dit project loopt eigenlijk al sinds 2012. En we hebben in die tijd eigenlijk een hele grote groep vrijwilligers opgebouwd. In ieder geval staan er al meer dan 40 op de lijst, zeg maar, op onze mailinglijst. En we hebben nu ook aangekondigd in de krant en via de website. Dus er zitten ook mensen van andere delen uit het dorp die het leuk vinden om te komen helpen vandaag. Omdat het echt een soort landelijke vrijwilligersdag is. Hè? En dadelijk komt er dus nog een soort café-restaurantje bij, zeg maar. Ja. En dat wordt dan ook gerund door deze vrijwilligers? Of zijn dat dan weer andere mensen die dat doen? Ja, dat zijn wel weer andere mensen. Het is eigenlijk weer een ander project. Het is opgestart door Stichting Vitaal Mariendaal. Er zit ook Plurijn in en RIBW. Voor mensen met de afstand tot de arbeidsmarkt proberen ze daar een project op te zetten. Waar mensen werkervaring kunnen opdoen. Iets soortgelijks heb je bijvoorbeeld ook in Nijmegen. Daar heb je zo'n café-restaurant Bliksem. Misschien is dat bij mensen ook bekend. En daar werken ook mensen met een verstandelijke handicap of anderszins moeilijkheden om gewoon een baan te vinden. Dus eigenlijk een soort sociale onderneming. En die komt in het park hiernaast, Park Mariendaal. Maar we zoeken wel manieren om het tot één geheel te maken. Dat je eigenlijk zo hier een wandelingetje maakt en daar even naar het cafeetje gaat om een kopje koffie te drinken of wat te eten. Ja, dus we willen eigenlijk nu de mensen die hier zijn daarbij betrekken. Dat zij ook kunnen aangeven, goh, wat zouden zij leuk of belangrijk vinden hoe het daar eruit komt te zien. Ja. Nou, heel veel succes in ieder geval vandaag. Dankjewel. Super Saturday. Afgelopen zaterdag waren we ook te gast bij Super Saturday, georganiseerd door Ikaros. Deze volleybalvereniging haalt alles uit de kast om deze open dag zo mooi mogelijk te maken. Wethouder Erik Weijers opende de dag. Ik wil de officiële opening laten verrichten door Erik Weijers. Naast dat hij ook trainer is hier bij Ikaros, is hij ook wethouder van sport onder andere van de gemeente Groesbeek. Dus hij heeft er een hobby bij. Bij deze Erik, aan jou het woord. Ja, dankjewel. Ik vind het een hele eer om hier op deze zaterdagmorgen te mogen staan, als wethouder in dit geval. Er werd me net al gevraagd van, god Erik, waarom heb je nu hele andere kleren aan dan normaal? Ja, omdat ik nu ook iets anders doe dan normaal. Ik vind het heel erg leuk om hier iedere zaterdag met jullie te mogen zijn. En het is natuurlijk belangrijk ook voor volleybalvereniging Ikaros om te laten zien wat jullie allemaal doen, wat jullie allemaal kunnen. Het is heel belangrijk dat ook anderen binnen de gemeente Groesbeek zien wat voor leuke sport volleybal eigenlijk is. En ik ben ervan overtuigd dat jullie dat zo direct ook aan de ouders en alle toeschouwers en aan de assistent bondscoach zullen laten zien wat jullie allemaal al geleerd hebben het afgelopen jaar /jaren die jullie al hier bezig zijn. Meneer de wethouder, u bent zelf ook betrokken bij deze volleybalvereniging, kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, betrokken. Ik train al zolang als mijn oudste dochter bij het volleybal zit.
ben ik betrokken eigenlijk als trainer bij deze vereniging. En dus al een jaar of 8, 9 denk ik dat ik hier 's ochtends om 9:00 al naar binnen rol. Ja. En dat is heel erg leuk om te doen. Ja. En wat is precies de bedoeling van deze dag? Kunt u daar misschien iets meer over vertellen? Ja, Ikaros heeft deze Super Saturday georganiseerd, heb ik begrepen, om toch wat meer bekendheid hier in Groesbeek al omstreken voor het volleybalspelletje te maken. En om ook binnen Groesbeek zeg maar, te kijken, zijn er nog wat meer mensen die volleybal leuk vinden of kinderen van ze zeggen van hé, dat lijkt me wel een leuke sport om te gaan doen. Ja. Dus gewoon wat meer naamsbekendheid, wat meer PR voor de club. En is er een training bezig voor de jeugd? Ja. En wie begeleidt die training? De trainers die normaal op de zaterdagochtend hier aan het trainen zijn, mm-hmm. die zijn er nu bij, exclusief mijzelf, maar goed. En Arnold van Rey, de assistent bondscoach, die verzorgt nu vandaag een clinic voor de kids. Dus dat is natuurlijk bijzonder. Ik zag al dat ze behoorlijk afgemat werden net. Ja. Dit waren de items voor vandaag. Ik wens u een fijne dag en tot de volgende keer.